Assalamu alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag kipbroodjes maken. Ik heb nodig kipfilet in reepjes, geraspte ui en knoflook, koriander, olie en kruiden. Dit zijn de kruiden wat ik gebruik. Gember, ras el hanout, paprika poeder, zwarte peper, kipkruiden en zout. Maar pas op met zout, want in de kipkruiden zit ook zout in. Voor deeg heb ik nodig bloem, een zakje gist, zout, boter en lauw water. Voor het beleg heb ik nodig komkommer, tomaten, sla, olijven en rode ui. En voor de saus heb ik nodig mayonaise en augurken. Bismillah, we gaan beginnen. Bismillah, we gaan beginnen. Ik begin met mijn kip. Die ga ik even kruiden. Ik doe hier de geraspte ui en knoflook in. Kruiden, een beetje koriander en de rest laat ik voor straks over. Zo. Deze ga ik goed samenmengen. Deze ga ik afdekken en laat ik marineren. Deze ga ik in de koelkast stoppen. Ik ga nu mijn deeg kneden. Ik heb hier mijn bloem, deze had ik al gezeefd. Een zakje gist. Zout. Deze ga ik een beetje de andere kant nemen. Dan ga ik water een beetje toevoegen. Ja, deze ga ik heel goed kneden, dat ik een soepel deegje heb, dan ben ik weer bij jullie terug. Zo, ik ben klaar met kneden. Ik heb hier een soepel deegje. Ik ga nu de boter erbij doen. Ik ga de boter doorheen kneden tot die helemaal opgenomen is. Zo, mijn deeg is klaar. Ik ga hier een klein beetje olie in doen. Dan goed uitsmeren. En hier gaat het deeg in. Ik doe hier de deksel op. En dit ga ik op een warm plekje laten rijzen. Bismillah, ik ga nu mijn kip bakken. Doe hier een beetje olie in. En die laat ik even warm worden. Nou, mijn olie is warm genoeg. Ik ga nu mijn kip bakken. Dan ga ik het zachtjes zetten. Ga ik dit zo opdoen en dit laat ik heel rustig bakken. Ik ga even kijken. Nou, nog even, dan zet ik hem uit. Nou, ik ga nog één keer naar mijn kip kijken. Ik ga nu de verse koriander erbij doen. Deze is klaar. Ik ga hem uitzetten en laat hem afkoelen. Nou, mijn deeg is ook gerezen. Hij is klaar. Kijk. Ik ga zo broodjes van vormen.
ik een beetje olie. Ik ga de bakpapier een beetje inzetten. Ik ga ook mijn handen een beetje invetten. En een beetje lucht hier uithalen. Ik ga hier heel kleine bolletjes van vormen. Ik heb hier nog een bakpapier. Ik heb hier mijn bakplaat. Deze ga ik warm laten worden. Want ik ga ze gelijk bakken. Ik ga ze niet laten rijzen. Zo. Dat is weer weg. Ik ga beginnen. Een bakpapier inpakken. Dan pak ik een bolletje en deze ga ik heel dun afrollen. Kijk, zoiets, een soort drup. Ga ik een beetje invetten. Zo, en deze ga ik bakken. Zo, ga ik alvast de volgende doen, want het is heel snel gaar. Ik ga hier een klein beetje olie op doen. Eigenlijk mijn handen invetten en dan een beetje insmeren en dan omdraaien. Nu ook weer een beetje olie. En dan omdraaien. Dan een keer omdraaien. En dit is gaar. Deze haal ik eraf. Kijk, heb je zo'n soort wrap-achtig. Erg heet. Dan gaan we de volgende doen. Eerst een beetje olie erop. En dan bakken. Oké, deze zijn klaar. Ik ga zo beginnen met vullen.
Ik ga nu saus maken. Ik heb hier mayonaise. Ik doe hier wat in. Zo. Ik heb hier de augurken. En deze ga ik hier inraspen. Zo, deze ga ik hier nog goed mengen. Zo, als saus is naar wens, je kan alle sausen gebruiken wat je lekker vindt. Zo. Ik ga zo beginnen te vullen. Ik heb hier ook mijn saus, beleg en mijn kip. Deze heb ik hier. Ik pak een broodje. Die zijn echt heel zacht. Ik ga hier wat saus op doen. Ik ga hier wat kip op doen. Druk hier in het midden. Zo. Druk hier wat tomaten op. Wat komkommer. Rode uien. Olijven en een beetje sla. En hierop ga ik een beetje mayonaise doen. Zo. Ik heb hier aluminiumfolie. Ik ga deze vouwen. Doe ik eerst deze kant. En dan deze erop. En dan ga ik het hier inwikkelen. Zo. En kijk, dan krijg je zo'n voetje. Nou, ik ben klaar met vullen en dit is het resultaat. Ik ga zo eentje door midden steken, kun je ook de binnenkant zien. Ik ga nu eentje door midden snijden. Ja. Even kijken of dat zo lukt. Kijk, dit is de binnenkant.
Schaf terkom. Dank jullie wel voor het volgen. En wie weet het volgende keer inshallah. Assalamu alaikum. Doei doei.